Hallo. Ik heb een chaplogie. Er zijn er maar twee. Eentje van het goed. Eentje van normal. Laat ik maar van het goed beginnen, want die is best wel nogal lang. Ja, even de bon erbij pakken. Sorry. Ik heb deze oude boekjes gekocht. Zijn er 1, 2, 3, 4. Nou, dat was 4 keer 1,99. Het zijn van de Pigalle. Zo leuk. Ik ken het nog van vroeger. Wat had ik nog meer? Kerst en Pasen, ja. Het is nogal verschillend, aantal van 2,99. Dus ik laat het gewoon zien. Het is tussen de 2,99. Oh ja, en ik had nog wat. Die was iets duurder, maar dat geeft niet. Ik ga het heel even pakken. Deze. Die was 5,99. Dus dat. Ik heb zilveren en gouden. En wat moet ik nog weten? Ja. Witte kaarsjes voor deze houdertjes. Dan kan je op de kerstbank grijpen en dan kan je ze leuk voor die zier in de kerstboom doen met kaarsjes en al. Dus dat was ongeveer tussen de 2 en de 99 cent. Een Yankee Candle. Hij was zo'n keer gebrand, kijk. Maar ja, het is een kringloopwinkel, dus. Die. En dan vond ik deze heel grappig. Daar heb ik 2 setjes van. Leuk voor het raam neer te zetten met de kerst. Een Anton Pieck schilderijtje 3D. Vond ik wel leuk. Een aantal kerstornamenten, vogeltjes, zwaantjes, toetertje en een hele grote bel. En grote en kleine lucifers. Een Winnie de Pooh en nog een kleine Winnie de Pooh. Oh ja. En dit leuke huisje. Nou ja. Dus die. En dan gaan we naar normal. Even kijken hoor. De glitter draaimolen met 6 kleuren. Die was 1,33. En Ernst heeft 2 keer Nivea. Is 2 euro. Dan heb ik Oreo's voor 1 euro. Een ruggenkrabber voor 1,50. Wenkbrauwpotloodje voor 3,10 euro. Een kaars voor 1,80 euro. Een Venus Gillette 7,70 euro. Servetten. Even neuzen, servetten, waar zijn jullie daar? 1 euro per stuk. En deze was 4,20 euro. Nou, ik zou zeggen, dit was mijn shoplog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.